Goedemorgen iedereen, het is vandaag donderdag. Puntje, 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 puntje. Oktober, ik heb even geen idee welke dag het vandaag is. Ik ga zo meteen de deur uit, want ik heb vandaag een event. En nog een afspraak om onze wenkbrauwen laten doen. Dus het leek Tara en mij leuk om vandaag weer een keertje te gaan vloggen. En jullie mee te nemen op stap naar onze dingen. Ik ben al helemaal klaar, zoals je kan zien. Dus ik dacht, ik ga meteen eventjes mijn outfit laten zien aan jullie. En dan ga ik zo meteen gelijk de fiets opstappen om richting Utrecht Centraal te gaan. Dit is de look van vandaag. Ik heb een trui aan die ik volgens mij van Most Wanted heb. Maar ik denk dat ik hem zeg maar hier zo een beetje in ga doen. Ja, zo op deze manier. Broek is van Lovies. Dat is echt zo'n flared model. Sneakertjes van Vans. Heb ik ook nog kettingjes om. Deze met het pijltje. Dat weet ik heel eventjes niet meer waar die vandaan is. Misschien iets van Lovies of iets in die richting. Deze ketting, dat zijn met cijfertjes. Deze is van Mimoneda. Heb ik dus zelf gemaakt. En ik heb ook nog een horloge om. En dit is degene van Icewatch. En ik heb gekozen voor de all black variant deze keer. Met gouden cijfertjes. Die vond ik wel heel erg goed bijpassen. Verder neem ik weer mijn Rebecca Minkoff tasje mee. Ook helemaal in het zwart. En ik moet nog even uitzoeken welk jas ik aandoe. Zoals je kan zien namelijk is het vandaag super zonnig. Dus het zal weer warmer zijn dan ik waarschijnlijk denk. En omdat ik ook een beetje in de weer ben, ga ik zeker niet al te dik gekleed. Want dan zal je weer zien dat ik echt weer te warm heb. Ik weet niet echt of ik een goede jas heb voor vandaag. Deze. Ja. Ik denk dat die het wordt, want die heb ik al een tijdje niet aangehad. Dus dat is helemaal top. Dus ik hoop dat jullie het gezellig vinden om vandaag met ons mee te gaan. En ja, let's do this. Wat heb je vandaag aan? Daar ziet er goed uit. Thanks. Ik heb een shirtje aan van Lovies. Ik heb een kettingje van AliExpress. Yep. Een horloge van Icewatch. Ik heb dezelfde om toevallig. Ja. En een armbandje van Swarovski. Die heb ik in Zweden gekregen. Broekjes van H&M. Ja, ik ken jullie nog uit de shop nog. Vans matching. En die jas is van? Die jas is ook van Lovies. Nice. De tas is van Rebecca Minkoff. Awesome. Nou, we zijn aangekomen in Amsterdam en we hebben straks een eventje van Aruba Aloe. En dat is een merk die wij allebei niet kennen, maar wel gaan leren kennen straks op het event. Ja. Zag er heel erg leuk uit en veelbelovend, dus ik ben heel erg benieuwd. Het zonnetje schijnt lekker heel trouwens. We gaan nu naar de Douglas Beethovenstraat, ergens hier in Amsterdam. Want we gaan onze wenkbrauwen laten doen. We worden weer even een beetje goed getrimd. Maar een supergezellig event gehad, lekker gegeten en geluncht. Dus magisch zit weer helemaal goed vol voor de rest van de dag. En we hebben ook wat fijne spulletjes meegekregen om even uit te proberen thuis. Dus ik ben heel erg benieuwd om daar lekker mee te gaan smeren. Nou, we zitten op dit moment bij de Benefit Brow Bar. En zoals je misschien kan zien, heb ik net al mijn wenkjes laten doen. En ik vind het echt super mooi geworden. En ze zijn ook geverfd, dus de komende tijd hoef ik het misschien zelfs niet meer echt heel erg bij te kleuren of in te kleuren. Want hier is een klein beetje met potlood het ingevuld, maar voor de rest is dit gewoon mijn natural brows. Daar ben ik wel echt super blij mee. Op dit moment zit Larissa in de stoel en die wordt onderhanden genomen. En ja, het is echt heerlijk om eventjes je wenkbrauwen te laten doen, toch? Het is inmiddels best wel wat later, want het is gewoon heel erg gezellig geworden. En we hebben echt gewoon heel rustig aan gedaan. Maar ik ben klaar en zoals je kan zien zijn mijn wenkbrauwen gedaan. Ik ben echt super blij mee. Ze zijn wat donkerder misschien dan normaal, maar ze zijn wel heel netjes en niet, ja, zeg
gewoon heel erg netjes en weer gewoon helemaal opgeschoond. En ik vind het wel heel erg mooi. Tara en ik hadden een beetje honger gekregen, dus we zijn eventjes iets verder opgelopen. We zitten nu bij Le Pen Cute. Ja, ik spreek daar gewoon totaal niet uit, maar ik zal het even in beeld zetten. Want we hadden honger, zijn we eventjes gaan zitten. Ik heb iets heel bijzonders besteld. Dit is een gember citroen infusion thee. Het ziet er echt super bijzonder uit, omdat het helemaal zo'n schuimpje heeft met hier wat citroen. En het is lekker warm, dus dat leek me wel heel erg lekker. En Tara heeft gekozen voor verse gember thee. En dat ruikt ik echt gewoon heerlijk. Dus die zitten we dan lekker eventjes te theeën. En er komt straks nog even een soort van late lunch aan. Larissa en ik gaan dingen delen. Er zit dus een broodje met parmesan en mozzarella. Ziet super lekker uit. En dit is een broodje met banaan en walnoot, geloof ik. Ja, lekker. Nou, eet smakelijk. Goedemorgen iedereen. Het is vandaag vrijdag. Het is volgens mij 13 oktober zelfs. En het begon vandaag super mistig, maar inmiddels schijnt de zon heerlijk. Dus dat is super chill. Ik heb even thuis wat... het zie je zelfs heel fel. Thuis wat werk gedaan op de laptop. Ik heb alvast het begin van deze vlog geëdit. En ik ga zo meteen weer even de deur uit, want ik heb afgesproken met Tara gewoon hier in Utrecht. Gaan we even wat outfitfoto's schieten. En eventjes de stad in. Dus dat is heel erg gezellig. Dus ik ga even mijn tas inpakken met al mijn spulletjes en camera's. En ga ik zo de deur uit. Hallo allemaal, ik ben er ook. En Larissa en ik zijn op dit moment bezig met foto's maken. En we hebben de foto's van Larissa al geschoten. Die van mij gaan even iets minder soepel. We zoeken nog een andere omgeving. En ik heb denk ik een lastige outfit aangetrokken om op de foto te zetten. Ik vind hem wel leuk. Ik heb gewoon weer mijn jas aan en mijn nieuwe... broekje met rafels. Maar ja, we gaan eventjes rondfietsen of zoek naar een ander plekje. Als we dat hebben gedaan, kunnen we bijna chillen, toch? Maar het is vrijdag de 13e, dus ik hoop dat ik geen ongeluk heb en dat het allemaal niet goed komt. Maar met Larissa als fotograaf moet wel goed komen. Zo, we hadden trek, dus we hebben even een bakje met kibbeling gehaald. Want er is nu markt en Larissa hoopt eigenlijk kokosmacronen te vinden. Maar we kunnen het, ja, we kunnen hem niet vinden. Volgens mij staat hij er niet vandaag, maar dan waarschijnlijk morgen of zo. Maar dit is ook lekker. Waar zijn we? We zijn met Dunkin' Donuts in de rij. En we hebben al besteld een box van 6. Ja. Het was heel lastig om te kiezen, om er 6 uit te kiezen. Eigenlijk wilde ik nog meer. Maar ik ben niet meer benieuwd. Maar we hebben een leuke uitgekozen, een hele lekkere vooral. Hallo! We zitten inmiddels buiten en onze doos met donuts is inmiddels niet meer perfect, want we konden niet wachten. Tadaa! We hebben van alles eigenlijk een hapje genomen, behalve van die nog. En ik moet die nog even proeven. Maar tot nu toe zijn ze allemaal super lekker. Ik heb wel echt een enorme, hoe heet het ook alweer? Zo'n sugar high. Mijn favoriet tot nu toe is denk ik deze. Die heeft een hele lekkere crème vulling van binnen. Ik denk die en deze. Dit zou hazelnoot moeten zijn. Maar volgens mij is het gewoon Nutella, maar ik vind hem wel lekker. Mocht je je afvragen, een doos van 6 kost 9,95. Of als je er maar eentje wilt, dan is die 1,95 per stuk. Is niet super goedkoop dus, maar ik had ook echt niet anders verwacht dat ik heel lekker ben. Is die lekker? Tara zit ondertussen deze roze te verorberen. Deze is lekker, ja. Dus aardbei. Oké, ik heb allemaal haar in mijn mond. Wow. Heel ja. Anders dan de rest. Deze is echt wel lekker. Die wel het lekkers. Ja. Approved. Oh ja, wow. Dit is heel erg puur chocola, hè? Ik ga een KitKat eten. Gewoon een hele KitKat. Dus we gaan ze niet allemaal nu meteen opeten, maar we wilden wel meteen een doos van 6, want dan konden we meer proeven. En echt van alles is nu gegeten, dus iedereen die ja. Nu met ons mee eet heeft zo'n half afgelopen donut. Ik krijg echt wel heel vies. Nou ja, wat zit te bedoelen? Ja, het is een beetje zuur. Zo, het is inmiddels alweer wat later. En de laatste keer dat wij jullie updaten, waren we nog in Utrecht. Tara en ik waren naar het stadhuis van Utrecht gegaan. Want we hadden gelezen op Twitter dat daar een condoleanceregister is voor Anne Faber. En jullie hebben vast wel meegekregen wat er met Anne gebeurd is. En ik vind het gewoon echt zo'n extreem droevige
En vreselijke situatie, dat we echt iets hadden van we willen gewoon heel graag iets in het boekje achterlaten. En dus daarom zijn we naar het stadhuis gegaan om iets achter te laten, om iets in te schrijven eigenlijk. En toen ik binnenkwam daar kreeg ik ook echt meteen een brok in mijn keel. Eigenlijk tranen in mijn ogen, omdat ik het ook wel echt gewoon heel heftig vind allemaal. Maar ik wilde toch heel graag iets neerzetten voor de familie en vrienden. En ja, ik kende Anne niet persoonlijk, maar toch heeft ze me ook wel zeker aangegrepen en wilden we het daarom doen. Daarna zijn we nog even op het terras gaan zitten en hebben we nog lekker theetjes en een biertje gedronken wat heel erg lekker was. En ben ik naar huis gereden. Ik ben nu een pannenkoek aan het maken en ik heb jullie volgens mij wel eens verteld van ik ben geen ster in de keuken en wat ik nu hier zie gaat niet helemaal goed. Oh my god, dit is zo ranzig. Wat is hier aan de hand? Dit hoort een pannenkoek te zijn, maar volgens mij gaat het niet goed. Ik heb zo'n kant-en-klare pannenkoekenmix. En dit ziet er echt zo ontzettend ranzig uit. Oké, zeggen ze niet altijd dat de eerste pannenkoek mislukt? Want dan heb ik een soort van smoes waarom dit niet lukt. Oké, ik heb even iets anders gedaan. Want ik kreeg maar niet de mix die in dat pak zat. Ja, sorry voor alle troep trouwens. De mix die hierin zat, die kreeg maar niet goed gemixt. Waardoor het zeg maar onderin bleef zitten. Dus ik heb gewoon alles in dit ding gedumpt. En met een eigen gardemaar het helemaal geroerd. Want dan heb je tenminste een deeg. En waarom het net aan het bubbelen was, was waarschijnlijk omdat ik gewoon puur melk erin had gegoten. Omdat het dus niet met die mix had gemixt. En het is grappig dat dit gebeurt trouwens. Want ik had dus eerder met Tara op het terras het er al over. Van ik ben gewoon echt zo ontzettend slecht in de keuken. Jongens, jullie kunnen gewoon niet geloven welke dingen ik gewoon niet kan. Nu probeer ik dan wel weer heel stoer met één hand een hele pannenkoek om te slaan. En het is gelukt ook nog. Maar ja, of dit allemaal straks smaakt, dat weet ik niet. Maar ik gooi er gewoon heel veel suiker en stroop op. En dan smaakt alles lekker volgens mij. Ik ga jullie eventjes ergens op neerzetten. Want mijn arm wordt lam. Jullie staan nu tussen de bonen en de sambal. Mijn moeder is echt een master in de meest dunne pannenkoeken maken. En dat vind ik zo ontzettend lekker. Ja, die van mij zijn gewoon twee keer zo dik. Lukt me gewoon niet zo goed. Anyways, ik loop gewoon weer een beetje te brabbelen. En dat moet ik niet doen, want dan wordt deze video weer veel te lang. Ik wens jullie een hele fijne week toe. Heb je herfstvakantie straks heel veel plezier. En heb je geen herfstvakantie, wens je ook heel veel plezier met de mooie zomerse, nazomerse dagen die we hebben. Ik hoop dat je een beetje van kan genieten. En ik ben aankomende woensdag in de Efteling. Vriendin, ze hebben me meegevraagd of ik mee wil naar de Efteling. En het is echt al zo ontzettend lang geleden dat ik echt iets had van yes! Ik ga sowieso mee, want ik heb er heel veel zin in. Dus mocht je toevallig ook in de Efteling zijn woensdag, volgens mij is dat de 18e uit mijn hoofd. En je ziet me, ja, laat me vooral weten. Kom hallo zeggen of laat me een foto maken samen. Ik vind het altijd helemaal gezellig. Ik wil gewoon iedereen een hele fijne week wensen. Wat je ook gaat doen. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Laat me vooral even weten wat je ervan vindt. En dan zien we snel weer in een volgende video. Doei!